Welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. Ik heb er nog eens over zitten nadenken, wat kan je allemaal doen met washi tape? We hebben zoveel in de studio en ik dacht, we kunnen daar ook telletjes mee maken. Je hebt een glas nodig, dat hoeft geen goed glas te zijn. Je kan ook een oud mosterdglas gebruiken bijvoorbeeld. Dat zou je anders misschien toch maar wegdoen. Neem het glas en neem dan een rolletje washi tape in je favoriete kleur. En dan kan je met de washi tape het glas gaan versieren. Deze streep die plak ik verticaal, je kan ze ook horizontaal plakken. Je kan er een heel patroon van maken. Doe wat jij mooi vindt. Dit zijn mijn twee afgewerkte theelichtjeshouders. Laten we ze een keer uitproberen. Dit is dus het resultaat met aangestoken kaarsjes. Ik vind ze heel erg mooi geworden. Als je dus nog ergens washi tape restjes hebt liggen en een paar lege glazen, bijvoorbeeld van mosterd, gebruik je dan gewoon om prachtige theelichtjes te maken. Heel leuk voor in de winter of in het najaar. En de zomer loopt al op zijn einde, dus je kan al aan ideetjes beginnen denken. Ik hoop dat jullie dit een leuk project vonden. Geef me een thumbs up als dat het geval was. Als jullie nog leuke ideeën hebben om theelichtjes mee te versieren, of beter theelichtjeshouders, laat die dan achter bij de reacties. Ook verzoeknummers voor volgende filmpjes zijn altijd welkom. Vergeet je dan ook vooral niet te abonneren op het kanaal, dan mis je nooit nog een van onze filmpjes. En wist je dat je ze kan delen met vrienden om samen aan de slag te gaan? Tot volgende keer!